In 1938 dalen de spoorbomen in de Wierdense straat in Almelo. Een D-trein uit Duitsland komt eraan achter een Amersfoortse 3900. D-172 vervoert rijtuigen uit Leipzig, Berlijn, Wernigerode en Münster naar Hoek van Holland, Den Haag en Amsterdam. Nog een jaar eerder zijn we in Groningen, waar een jumbo binnenloopt met een trein uit het westen. En in volle glorie, twee 8400, het oudste loktype van NS, in Groningen vooral actief op het rangeerterrein Onne, maar op het hoofdstation in Depot. Van de loods komt ook een 3700 om de sneltrein van zo even weer terug te brengen naar Zwolle en verder. 1937 was het laatste volle jaar van nog andere oud-staatspoorders, die van de serie 2900. Hier in Groningen mochten ze alleen nog maar rangeren, vandaar de tenderkap en andere voorzieningen. Ook in Haarlem, Meppel en Alkmaar deden ze dat. Op 10 oktober 1938 zijn de laatsten massaal buiten dienst gesteld. Nog even een vooroorlogsnufje hoofdstad. Een 6000 komt met een trein voor de Gooilijn door het gloednieuwe station Muiderpoort. Bus A heeft daar nog zijn oude gezicht. Op de Utrechtse lijn zijn de stroomlijnstellen al helemaal thuis. De oorlogsdreiging laat zich aflezen aan de verduisterde koplampen van deze diesel 3. En het is volop bezettingstijd wanneer tientallen elektrische motorwagens met z'n tweeën of drieën tot zogenaamde trekkrachten geformeerd goederentreinen vervoeren. Hier denderterrein door station Leiden. Dit beeld is een symbool voor de staat waarin veel van het rollend materieel bij de bevrijding werd teruggevonden. Vandalisme. En er waren niet eens voetbalevenementen. Tot de eerste reizigerstransporten in mei en juni 1945 hoort het vervoer van Nederlandse dwangarbeiders uit Duitsland naar eigen huis en haard. Opgepakt bij razzia's of al dan niet gedwongen aangemeld bij de arbeidseinsatz, waren hun hongerwintermaanden meestal afschuwelijk.
Vele lijnen waren onderbroken, onder andere door vernielde bruggen. En met een variatie op een hedendaagse term, NS zet vrachtwagens in. Die trucks van de geallieerde legers reden bijvoorbeeld tussen Geldermalsen en Den Bosch. Al gauw kwamen er echte bussen. De laatste vervangingsbusdienst reed overigens pas in 1953. Ook in het zo geteisterde Rotterdam komt er weer spoorwegverkeer op gang, al toonde de seinen nog meer stop dan een ander beeld. Een goede indruk van het spoorbedrijf in najaar 45 bieden deze scènes in Utrecht. Alles wat maar kan rijden, rijdt. En dat is veel te weinig voor het overweldigende aanbod. Opgepropt zitten in een remmershuisje is veel comfortabeler dan hangen op een tochtige treeplank, als je zo'n plaats al kunt krijgen. En dat leidt vaak tot knap gevaarlijke situaties. De meeste tractie werd geleverd door de Engelse oorlogsmachines, hier nog vaak met hun lage schoorsteen en het oorspronkelijke nummer. Maar niet alle NS-loks waren buiten dienst. Een 1700 doet alweer mee in het nog trage treinverkeer. De maximumsnelheid kwam zelden boven de 65 km per uur uit. En dat betekende dat in reizigerstreinen goederenwagens konden meerijden. De Zweedse goederenloks waren daardoor ook vaak voor reizigerstreinen te zien. Maar een Zweedse sneltreinlok komt hier terug van de feestelijke opening van de Moerdijkbrug. 24 augustus 1946 bij Post A in Rotterdam DP. De daaropvolgende trein over het Hollands Diep was het transport van de 20 van het Amerikaanse leger overgenomen diesel-elektrische loks. In hun oorspronkelijke staat waren ze geen succes. Na een verbouwing in de vroege jaren 50 gingen de laatste in 1960 buiten dienst. Wat komisch na dit tractiegeweld made in USA doet het laatste voertuig aan. Een Nederlandse SICK. Al ruim 20 jaar werd bij NS over elektrische locomotieven gedacht. In het begin van de oorlog was zelfs een eerste order goedgekeurd. Nu, na de bevrijding, deed men eerst ervaring op met een Frans en een Engels type, voordat de eerste 10 eigen loks op het toneel verschenen. Al in het najaar van 1947 begint de stoom letterlijk plaats te maken voor elektrische locomotieven, zoals we zo dadelijk zullen zien. De stoomlok gaat eraf, de E-lok komt ervoor.
De eerste E-lok op het Nederlandse net is van Engelse makelij. De 6000 van de LNER, in de wandeling al snel Tommy genoemd. Dankzij een filmende NVBS'er kunnen we een rit meemaken op Tommy van Eindhoven naar Utrecht. In de cabine vallen meteen de dubbele controllers op, één voor serieschakeling van de motoren, de andere voor serieparallel. En ook was er een recuperatierem, maar die was voor het vlakke land uitgeschakeld. Het is voor ons nu vooral interessant te zien wat men in 1947-48 al zo aan treinen tegenkwam op de Noord-Zuidverbinding. En even interessant is het de baan waar te nemen, de seinen en de stations. Dit is Boxtel. En dit is het zwarte goud waarvoor Tommy in Engeland ontworpen was. Nu we dan toch een cabinekaart hebben, kunnen we ook even waarnemen hoe de OMBC bestuurd werd. Of een diesel-elektrisch vijfwagenstel. In een heel andere streek van het land nu. Van Dieren-Doesburg onderweg naar Apeldoorn tijdens een NVBS-excursie met Engelse vakbroeders. En als het u nog niet duizelt, hier naderen we Arnhem uit de richting Nijmegen. Hier vangt de camera na een buffertreinstel voor de dienst naar Amsterdam nog twee buitenlanders die NS er na de oorlog weer bovenop hielpen. Een Zwitser van de serie 3500 en een Jeep, maar dan een met vijf drijfassen, serie 5000. Een variëteit aan andere ontmoetingen uit deze jaar. In Amersfoort een 4000, bij Sittard een 9500. En het vertrek van het Amsterdamse deel van de Holland-Scandinavië-express achter een 2100. Met een lok uit dezelfde serie voor een trein van Alkmaar naar Den Helder, voordat de diesel 3'en hier de dienst overnamen. Een 3900 zien we in Rotterdam-Beurs, kort voordat de naam zou veranderen in Blaak. Blokkendozen waren er nog volop. En tussen Amsterdam en Enkhuizen begonnen dieseltreinstellen de dienst over te nemen. Van het materieel 46 keek niemand op. Dat was zo gewoon. En ook in de reizigersdienst reed nog even de serie 1000. Tussen Arnhem en Emmerik was nog Nederlandse stoom te zien tot 1956. Een wel heel opmerkelijke vorm van exploitatie ontstond in 1953 op de Zeeuwse lijn als gevolg van de watersnoodramp. Op het baanvak van 6,5 kilometer tussen Kruiningen-Iersingen en Krammendijken stond het deel tot Oostdijk aanvankelijk 1,5 meter onder hoogwater. Door het aanbrengen van een bekisting voor één spoor kon het verval van het baanlichaam door het water tot staan worden gebracht en wel zo dat bijna 3 maanden na de ramp, op 21 mei, een getijdendienstregeling voor goederentreinen kon worden ingevoerd.
Alleen bij laagwater konden de vloeddeuren van de Kruiningerpolder gedurende 7 kwartier worden geopend om 2 goederentreinen in elke richting door te laten. Plus de ene dag een zandtrein voor de Sloedam en de lege wagens daarvan de volgende dag terug. Dit alles maar 1 keer per dag, want bij duisternis werd niet gereden. Deze beelden werden op 1 juli gemaakt tijdens een NVBS-excursie. Wie de troosteloze aanblik ziet van dit stuk Beveland, zal begrijpen dat bij harde wind de vloeddeuren dicht bleven en dat er dan ook geen treinen reden. Eerst kwamen, een kwartier na elkaar, de treinen van oost naar west en vervolgens die in de andere richting. Bij een maximumsnelheid van 10 km in het uur was niettemin een blokstelsel nodig en dat is hier bij woning nummer 30 goed te zien. Niet meer dan 5 weken later, op 3 augustus, was de volledige treindienst op de Zeeuwse lijn hervat. Met deze beelden op het netvlies is dat nauwelijks voor te stellen. Juni 1952. De Elox van de serie 1200 worden in vlot tempo geleverd. Hun aanzienlijke vermogen wordt niet alleen ingezet voor de expresstreinen van die dagen naar Noord, Oost en Zuid, al kregen ze daarvoor wel de turquoise kleur, nee, ook de olietreinen uit Schonebeek horen tot hun omloop. Hier loopt een 1200 in Lunette om trein 4768 heen.
Op zijn weg naar IJsselmonde rijden wij een klein stukje mee. Eerst ontmoeten we een losse 4700 en bij de oude dieselloods van Utrecht CS nog twee late Duitse herinneringen. Na de bevrijding nooit meer gebruikt. Nadat we zijn uitgestapt, komt van Geldermalsen een bufferstel en, op een heel andere datum, een OMBC op weg van de loods naar het perron voor het vervoeren van een gezelschap. Een bijzonder gezelschap. Vele jaren achtereen organiseerde de NVBS voor haar leden dieselrondritten. Deze was in 1950 en de bestemming was Trois Ponts in de Belgische Ardennen. Utrecht was vanaf 1934 een centrum voor de inzet van diesel-elektrische treinstellen. En ook na de oorlog was dat nog lange tijd het geval. Oudere motorrijtuigen vertoonden zich hier. Bijvoorbeeld in 1946, toen dit koppel tweemaal per dag een retourrit maakte naar Den Haag SS voor het vervoer van geëvacueerde ambtenaren. De huizenschaarste was tenslotte nog huizenhoog. Een heel andere diesel. Ten behoeve van de Belgische bezoekers aan de jaarbeurs van 1948 reed in de eerste helft van april enkele dagen een Belgisch treinstel tussen Brussel en de Domstad. Het zou nog maar een paar maanden duren of ook de lijn Den Dolder-Baren was geëlektrificeerd. Hier komt een 5500 nog met een traditionele lokaaltrein aan op de buurtsporen. Sedert ons bezoek aan Utrecht CS kort na de bevrijding laten de volgende beelden zien wat de vooruitgang is. De elektrische tractie is voor een belangrijk deel in ere hersteld en op de lijnen vanuit Utrecht begint een door een E-lok getrokken trein al gewoon te worden. Maar ook helpen buitenlandse stoomloks nog mee aan de verdere wederopbouw. Van de Zwitserse spoorwegen werden 22 sneltreinloks overgenomen die veel in Utrecht te zien waren. Hier vertrekt zo'n 3500 met een trein waarvan de eerste drie rijtuigen wel zeer lang geleden in de T-treindienst begonnen. In betrekkelijk korte tijd worden 95 elektrische locomotieven van de series 1000, 1100, 1200 en 1300 in dienst gesteld. Wat later nog 15 erbij. Meer dan 45 jaar zullen die een duidelijke rol spelen in de tractiegeschiedenis van NS. De eerste 1100'en zijn ook al in het turkoois.
Maar toch zijn ze vaak in de goederendienst te vinden, zoals hier op het rangeerterrein Watergraafsmeer. Staat die trein eenmaal stil, dan kan de treinlok eraf. De oplettende kijker zal het opvallen dat dit een andere lok is dan zo even. Maar ja, de particuliere camera draaide in die tijd maar kort. Film was duur. De heuvellok kan nu aan de gang. Een van de drie overgebleven 9500 die van 1951 af nog 2 jaar op de meer hun tijd uitdienen. De plakbriefjes vertellen waar elke wagen heen moet. De basisgegevens van het sorteerproces dat het heuvelen nu eenmaal is. Om niet voor elke wagen steeds de wissels te moeten omzetten, dat vertraagt, kende het proces een begin van automatisering. Na het steken van pennen in een stappenschakelaar nam het mechaniek een deel van het mensenwerk over. Dat gold niet voor de knuppelaar. Hij kende hetzelfde verhaal als de stappenschakelaar en wipte steeds na de juiste wagen de koppeling los. Want soms moesten 2 of meer opeenvolgende wagens naar hetzelfde spoor. De SIK staat klaar als bezemwagen. Het sein geeft aan dat er geheuveld kan worden. En dan komt het moeilijkste. Elke wagen met de hydraulische railrem zo vertragen dat hij niet te vroeg stilstaat en ook niet met een dreun tegen zijn voorganger opknalt. Hier hadden ze moeten uitkomen, tegen de met inzicht en ervaring geplaatste remslof. Maar tijd om over dat soort dingen na te denken is er weinig. De volgende trein komt eraan. Een van de kenmerken van het heuvelbedrijf is dat er ondanks moderne hulpmiddelen toch goederenwagens eerder stil komen te staan dan de bedoeling is. Bijdrukken is dan de boodschap waarvoor een SIK uitkomst biedt. Vlak bij de Watergraafsmeer was in Amsterdam nog meer te genieten. Een 4000 brengt een sneltrein naar Noord of Oost op snelheid door station Muiderpoort. Op de Gooilijn rijdt het buffermaterieel behalve stoptreinen in de spits ook sneltreinen naar Naarden-Bussum of Hilversum. De serie 3400, die hier in de goederendienst heel lang zo'n alledaags gezicht was geweest,
verdween al snel naar het oosten van het land om de olietreinen uit Schonebeek te rijden. Er waren toen nog weinig plaatsen in het net waar treinen gelijk op konden rijden. Maar tussen Muiderpoort en CS was dat te genieten. De cameraman nam even de tijd om buiten het CS te kijken, zodat we een gloednieuwe drieasser op lijn 26 kunnen zien. En bussen met een lijnletter in plaats van een nummer. Anders dan in de samenleving is een spoorwegpolitieman geen verkeersregelaar, al zou dat soms wel nuttig zijn geweest. De meester neemt een stevige slok, koffie uiteraard, om van de schrik te bekomen. En een verbogen pantograaf buig je niet zomaar even recht. Jarenlang hebben de 5 wagenstellen van de serie 800 het beeld op de oude lijn bepaald, samen met het materieel 36 als 3, 4 of 2 wagenstellen. OMBC's zag je hier als inspectierijtuig of op hun weg naar de centrale werkplaats Haarlem. De goederendienst gaf veel werk aan de austerity locks van de serie 4300... waarvan depot Amsterdam er altijd wel een dozijn in de boeken had. Dat depot komt rechts in beeld wanneer de stofzuiger naar Alkmaar voorbijgereden zal zijn. Van wat eerdere datum is deze opname op het westelijke eiland. In de winter van 47-48 leende NS van de Deense collega's 2 assers en 4 assers, zoals deze in een trein naar Enkhuizen. Nog even terug naar het stoomdepot Amsterdam CS. Het kwam in bedrijf in 1928 en hoorde daardoor tot de modernste van Nederland.
Tot 1956 waren er nog traditionele getrokken rijtuigen in de dagelijkse dienst. Van voor de oorlog, ver voor de oorlog meestal. Met hun koersborden, nummers en type aanduidingen. En hun gasverlichting uiteraard. De NVBS bestond in 1956 25 jaar. Een van de oprichters van de vereniging, Van Wijk Juriaanse, was onder de velen die tijdens de jubileumrit afscheid namen van de getrokken rijtuigen. Tot de elektrificatie van de lijnen naar Twente, Groningen en Friesland waren op het oostelijke eiland van Amsterdam CS de sneltreinen achter een 3900 of 4000 dagelijkse kost. Later bleven zulke beelden beperkt tot verlofgangerstreinen in het weekend of treinen in verband met militaire oefeningen. Geleidelijk aan verminderde het aantal stoomloks van Amsterdam. Tegen het einde, in april 1956, reden de tractiemannen hier alleen nog op loks van de depots Hengelo en Feyenoord. De begrippen treinen en reizen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Voor ver weg en lang, of alleen maar voor een dagje naar zee. In 1955 reed het materieel 24 nog naar Zandvoort. Maar het spoor heeft deze badgastenmarkt altijd moeten delen. Met de elektrische tram van de NZH en met de fiets in welke vorm ook. En scooters en auto's volgden in steeds grotere aantallen. Vanaf Overveen is de lijn tot 1953 nog altijd enkel spoor. Alweer een late herinnering aan de oorlogsjaren toen het andere spoor moest worden afgebroken. Maar wie dat liever deed, kon ook met stoom naar de Noordzeekust. Met Bello. Dozijnen lokaalspoor en tramwegen kregen die bijnaam van de omwonenden, maar dit werd de beroemdste. Waarschijnlijk omdat het de laatste tramweg van NS was met personenvervoer. 50 jaar heeft de lijn Alkmaar-Bergen aan zee bestaan. Sedert 1 september 1955 is ze al gesloten. De laatste 3 jaren reden de trams alleen van half juni tot eind augustus.
Na vertrek uit Alkmaar stuiten we als het ware op het Noord-Hollands Kanaal. Al gauw passeerde men het raccordement van de Alkmaarse gasfabriek. De Bergense tram had al lang concurrentie van de bus van de NH-DO. Over enkele weken heeft die het Rijk alleen. Tussen 1931 en 1942 was Koedijk-Bergen-Binnen dubbelsporig. In die jaren reden in het hoogseizoen dan ook 30 slagen per dag. Nu, in het laatste jaar, nog maar 18. Op een mooie zomerdag kende Bergen aan Zee nog heel wat uitstappers. Maar wie zich daardoor rijk rekent voor de toekomst, moet even het parkeerterrein in de gaten houden. Twee tramstellen deden de laatste jaren nog dienst. Het HSM-stel met bekerkoppeling en het andere met Ficino-koppeling, waarvan de oorsprong lag bij de Rijnspoortramlijn Wageningen-Ede en deels bij de NTM. De rit nam 32 minuten heen, 33 terug. Een hoofdlijn die betrekkelijk laat werd geëlektrificeerd was Eindhoven-Venlo. Pas met de zomerdienst van 56 zou dat het geval zijn. In de lente van dat jaar is vrijwel de hele reizigersdienst nog de verantwoordelijkheid van de stoomtractie. Het belangrijkst waren de 3D-treinen in elke richting in aansluiting op de dag- en nachtboten in Hoek van Holland.
Deze aankomst in Helmond gaat wat onstuimig. Het vuur is enthousiast gestookt, de veiligheid blaast met volle kracht. Het remmen is brusk. Nog twee keer zo remmen en de tender is leeg. Maar de stoker heeft er kennelijk zin in, want al staat de trein nog stil, hij is toch alweer op de schop, getuige de zwarte rook. Een van de minst geslaagde ontwerpen uit onze spoorweggeschiedenis, de serie 2600. De bijnaam van deze zes locomotieven was Beel, naar het hoge voorhoofd van een minister-president uit die jaren. Nog geen vijf jaar hebben deze loks dienst gedaan. Op het station van Helmond moest nog heel wat gebeuren voor de elektrificatie op tijd in bedrijf kon worden gesteld. Wie de acrobatiek ziet bij het plaatsen van de bovenleidingportalen, kan niet anders denken dan dat de arbeidsinspectie een dagje vrij had. Nu, tegen het eind van deze film, is de stoomtractie bijna afgelopen. Elektrische en diesel-elektrische meerwagentreinen bepalen het beeld. Evenals de E-loks en, maar niemand filmde die nog, de diesel-loks 2200 en 2400. Het buffermaterieel kreeg nieuwe taken. Motordienstwagen, motorpost of als versterkingsrijtuigen in getrokken treinen, waarvan deze in Enschede een voorbeeld is. Vanaf dit moment in de spoorweggeschiedenis gaan ook de hondenkoppen en de blauwe engelen het beeld bepalen. Onderwerpen voor een volgende film.